Een beetje een probleem. Ik moet hier om een keer via mail de orde der titularissen in het Spaans aanspreken. Maar ik heb wel de pleuris, omdat ik te veel cannabis rook en niet meer kan kiezen tussen pijnstillers voor de pleuris of cannabis roken met alcohol. Uiteindelijk is water drinken het beste remedie tegen de pijn. Maar ja. En anders word ik in mijn huis gezet. En goh, ja, ik begin hier een beetje raar te draaien. Ik weet het. Hek van de pijn. Maar anders cognitief, muzikaal, volledig in orde. Maar ja, en een keer een beetje Spaans spreken. Of tijd. Goh, zou mijn toetsenbord dan volledig uitgerust zijn om het Spaans te typen? Ik werd hier vast 30.